Ja, dankjewel Brian. Een hele webinar over de mens centraal. Is dat nou eigenlijk wel nodig? Hè? In het kader van de basisprincipes, een hele webinar over de mensfactor. En nou, ik denk dat is echt een mijlpaal. Want in het verleden hebben we denk ik veel te weinig aandacht besteed aan ons als mens. Wanneer we incidenten bestrijden. Onder tijdsdruk, met stress, met alles wat daarmee te maken heeft. En dat gaan we nu rechtzetten. Wat heeft dat met basisprincipes te maken? Nou, het basisprincipe stop en denk na, ofwel neem iets meer tijd. Dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dat is de mensfactor binnen die basisprincipes voor brandbestrijding. En daar zit een hele wereld achter, zoals het met een ijsberg altijd. Er zit een hele wereld achter. En die wereld die hebben we eigenlijk ontdekt toen we onderzoek gingen doen naar commandovoering. En de aanleiding daarvoor was de brand in Moerdijk. Nou, die herinneren jullie je denk ik allemaal wel, die brand in Moerdijk. Want daar werd in de evaluatie gezegd, de brandweer die had daar afgeweken van zijn eigen procedures op talloze manieren. Maar wat we ook gedaan hadden, was naar aanleiding van die brand, hebben we met allerlei brandweermensen uit het hele land bij elkaar gezeten. Dat was de eerste leerarena die we als brandweer organiseerden. En daaruit bleek eigenlijk dat iedereen zei, ja, maar weet je, wij hadden het eigenlijk allemaal net zo gedaan. En als dat dan zo is, als iedereen het op dezelfde manier zou doen, dan is er toch iets aan de hand wat een nader onderzoek waard is. Nou, dat hebben we gedaan. Groot onderzoek gedaan, dat is alweer een paar jaar geleden. Onderzoek naar commandovoering. En in die projectgroep hebben we allerlei deskundigen uit het hele land, binnen en buitenland, bij elkaar gezet. En die hebben gekeken voor wat is hier aan de hand. Het eerste waar ze tegenop liepen was dat er een schat aan literatuur en onderzoek al gedaan is. Als het gaat over besluitvorming onder tijdsdruk. En het bleek ook dat daar al eerder over geschreven was. Hè? Alleen het was toen nog niet zo erg goed geland. Mijn voorganger Ed Omers heeft regelmatig blogs geschreven en ook gepubliceerd over situational awareness. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor het eerst hoorde, situational awareness, wist ik ook niet precies wat dat nou eigenlijk dan moest zijn. Maar ook Ira Helsloot, Crisislab, die hebben ook gepubliceerd over de manier waarop besluitvorming plaatsvindt. Ze noemen dat recognition prime decision making. Dus dat wij als het ware besluiten nemen op basis van herkenning. En die hebben ook een model ontwikkeld, het FAPCM-model. Daar komen we straks ook nog eventjes op terug. Promovendus Jelle Groenendaal heeft onderzoek gedaan naar hoe dat in de praktijk werkt. En ook daar is een mooi boek over geschreven. Nou, al deze mensen hebben wij betrokken bij dit onderzoek. En het zou je niet verbazen dat met name die mensfactor een grote rol heeft gespeeld in de uitkomsten van dit onderzoek. En daar hebben we zo ontzettend veel van geleerd. Omdat we nu opeens begrijpen dat wij als mensen dus niet zo perfect zijn als dat we dachten. Dus dat we wel door kunnen gaan met nog meer informatie naar de OVD en de bevelvoerder sturen. Nog strenger selecteren op stressbestendigheid. Maar dat je uiteindelijk toch, het blijft mensenwerk. En dat betekent dat we valkuilen hebben. Menselijke valkuilen. En die gaan we dan ook in deze webinar wat nader uitdiepen. Zodat we goed begrijpen wat dat inhoudt. Want als je dat namelijk goed begrijpt, je onderkent het en je erkent het, dan kun je het er met elkaar over hebben. En als je het met elkaar over kan hebben, kan je ook een vangnet verzinnen. Kun je dus ook hulpmiddelen verzinnen om het jezelf makkelijker te maken als je in zo'n situatie bent. En het tweede wat je kunt doen is veel beter evalueren. Je kunt in evaluaties ook daadwerkelijk met elkaar spreken over wat daar beter had gekund op het gebied van het inroepen van hulpmiddelen bijvoorbeeld. Nou, dit totaal noemen wij situationele commandovoering. Aan het einde van deze presentatie kom ik nog eens terug op wat dat dan precies is. Maar we gaan nu eerst kijken wat we dan precies allemaal gaan behandelen. Maar laten we eerst even kijken naar het programma. We beginnen straks met een praktijkcasus en die zal worden ingeleid door Ben van Steenbergen. En die gaat ons meenemen in zijn zeer grote brand en wat hij daar allemaal tegen is gekomen en wat dat met hem heeft gedaan. Vervolgens gaat collega Jelmer Dam van de Brandweeracademie met ons in op de theorie, de mensfactor. En met name wat doet dat dan allemaal met jou als mens en welke valkuilen kan je dan eigenlijk tegenop lopen. Maar ook op de hulpmiddelen die je daarvoor kunt inschakelen, als het ware het vangnet. En een daarvan is het FAPCM-model. Daarna zal ik nog eens de verbinding maken tussen wat we dan noemen situationele commandovoering en die mensfactor. En dan komen we aan het einde nog wel eens even terug bij Ben van Steenbergen om te kijken in hoeverre al die theorie hem nou daadwerkelijk heeft kunnen helpen. Maar we beginnen dus met Ben en die gaat ons meenemen. Ben, fijn dat jij je zo kwetsbaar opstelt dat je met ons zeg maar jouw casus wil delen en zodat wij er ook samen wat van kunnen gaan leren. En vertel eens wat was dat dan voor brand en wat deed dat met jou?
Ja, dankjewel Ricardo. Ik neem jullie graag mee in ervaringen die ik heb opgedaan. En ik wil jullie even terugnemen naar een brand die ik heb gehad in Hedel in oktober 2019. Waarbij we een zeer grote brand hebben gehad die ik op pauze heb gezet uiteindelijk. Ik neem jullie even mee naar wat heb ik daar nou gedaan en hoe zijn we nou toch gekomen om dit besluit te nemen. Het is maandagochtend, uurtje of 10:30. Ik heb die dag een piket overgenomen van een collega van mij, die wel vaker mijn diensten gunt en dan ook meteen een groot incident aan mijn broek smeert. Altijd leuk. Uurtje of 10:30, mijn pager gaat en ik zie deze pagertekst. Grote brand, brandgebouw in Hedel. En ik zie 3 of 4 roepnummers staan. En de eerste roepnummers die sla ik eigenlijk een beetje op aan en denk van, die passen niet in deze opschaling. Want die voertuigen die komen pas als 4e of als 5e in de lijn in de KVT voor deze locatie. Maar ik denk van, ja, ik ben gealarmeerd samen met de HOVD en ikzelf, dus ik ga maar die kant op. Even voor jullie een plaatje, waar hebben we het dan uiteindelijk over? Rechts heb ik de A2. In het midden, de 3 rode bolletjes, dat zijn de incidentlocatie. En links zie je de spoorweg Utrecht-'s-Hertogenbosch. Plaatje van de bovenkant van de incidentlocatie. Het rood omlijnde is de schuur die uiteindelijk in brand staat. En de lijntjes die je eronder en boven ziet, zijn de afstanden naar de blendende percelen. Aan de bovenkant 22,5 meter naar het naburige pand en aan de onderkant 3,5 meter naar de buurman. Eerste beeld wat ik heb, daar zijn filmbeelden van gemaakt. En die wil ik heel even met jullie even bekijken. Hè, zoals je hier ziet, kijk ze vooral eventjes. Heel veel rook, het hele pand staat van voor tot achter, komt rook uit. Alle kanten, alle kieren, alle gaten, daar bulkt de rook uit. Dit is eigenlijk op het moment dat ik een rondomverkenning heb gaan doen. Hier zie je me overleggen met de ambulancedienst en met de bevelvoerders. En de ambulancebroeder vertelt mij hier dat er nog mensen binnen zouden zijn. Vervolgens is er opgeschaald, opgeschaald en opgeschaald. En is er uiteindelijk grip 1 gemaakt en zijn er 6 tankauto's buiten te plaatsen geweest. En dit pand heeft zo een uurtje of 1,5 staan roken en ik heb hierop besloten dat we hem dicht houden. Houden het doosje dicht, alle deuren, alle gaten, alle kieren laten we dicht. En we kopen tijd om water op te bouwen, om in ieder geval te voorkomen dat de brand over zou slaan naar de blendende percelen van de buurman of eigen terrein. Dit is een plaatje van de achterkant van het pand. En dan zie je dat er echt aan de achterkant heel veel energie in zit, dat er rook uit alle gaten en kieren komt, wat je net ook aan de andere kant zag. En dit heeft het pand ongeveer 1,5 uur staan doen voordat de brand daadwerkelijk naar buiten kwam en een uitslaande brand is geworden. En in die 1,5 uur tijd hebben we aan de ene kant hebben geïnvesteerd om groot watertransport op te bouwen en aan de andere kant hebben we manschappen aan de achterzijde laten wachten. En laten wachten in deze manier, zoals je hier ziet, wacht maar totdat de brand naar buiten komt. En dit is echt een moment dat die manschappen me misschien wel 10, misschien wel 15, misschien wel 20 keer gevraagd hebben. OVD, kunnen we niet naar binnen? OVD, mogen we niet naar binnen? En dat zijn hele lastige vragen, tenminste zijn geen lastige vragen, maar het zijn wel vragen die als OVD's met je doen. Die druk van mogen we niet naar binnen, mensen buiten houden en continu uitleggen, we houden de brand dicht, we kopen tijd, want het is veel te gevaarlijk om echt aan die brand nu iets te gaan doen. Instortingsgevaar en allerlei dingen hebben jullie daar wel beeld bij. Uiteindelijk nogmaals 1,5 uur heeft hij zo staan roken en staan puffen, voordat de brand eruit kwam. En toen hebben we heel de middag nog nodig gehad om de brand onder controle te krijgen. Hey Ben, wat een mooie casus. En ik denk ook wel een casus die herkenbaar is voor vele mensen. We hebben het vandaag over menskenmerken. Kan je ons ook eens meenemen naar jouw gevoel van de eerste kwartier, 20 minuten van dit incident? En wat heb je gevoeld en waar voelde je dat dan? Ja, dat kan ik, Jelmer. Ik heb een aantal momenten tijdens het incident wel gehad dat ik denk van, nou, het stressniveau gaat omhoog, voelde ik in de knoop in mijn buik, klamme handjes, voel je een beetje, niet onheimelijk zeg maar, een beetje raar. En misschien het eerste moment begint al als de pieper gaat. Hè. Je pakt de pieper en je ziet een grote brand staan. En ik zie 2 roepnummers staan die niet overeenkomen met datgene wat in mijn rugzakje zit. Het past niet helemaal. Ja. Waar komt dat vandaan? Vervolgens heb ik er niks mee gedaan. Maar het voelt wel
knoopje in je buik hangen, klammantjes, dat doet wel iets met je. Ja. En zijn er daarna nog momenten geweest die vergelijkbaar zijn? Ja, ik heb op een gegeven moment had ik contact met de meldkamer. De meldkamer die zei tegen mij, ik wil gaan naar een brand in een loods. Vermoedelijk een fruitschuur zat in mijn hoofd. Ja. En die zegt tegen mij, de OVD is ook al onderweg. En vervolgens denk ik, maar ik ben toch de OVD. Dus dat was ook een beetje een momentje dat daar ook weer mijn hartslag omhoog ging. Dat ik echt zo'n gevoel had van... Ja, wat is hier aan de hand? Ja, precies. Wat is hier nou gebeurd? Ja. En toen kwam je ter plaatse en wat gebeurde er toen? Ja, toen ik ter plaatse kwam, net hebben we de filmbeelden gezien, zag ik een fruitloods. Dus in mijn hoofd zit dan een fruitloods, fruitkisten, dat soort dingetjes. En ik heb vrij snel ook de eigenaar gesproken en die heeft heel veel dingen tegen me gezegd. En eigenlijk zat ik nog steeds in de film, dit is een schuur waar heel veel fruitkisten in zitten. Ja. En ik heb mijn rondomverkenning gedaan. Ik heb grote vuurafval wel gezien. Ja. En pas na 3 kwartier of zo hoorde ik van de HOVD, die meer tijd heeft genomen om de melder uit te horen, dat de fruitactiviteiten gestopt waren. Oh. Maar dat er iets anders in opgeslagen was, skikleding en motoronderdelen en heel veel hout. En in de na-evaluatie ben je erachter gekomen dat je die informatie eigenlijk al eerder had, maar niet gehoord hebt. Ja, precies. Ja, een melder heeft echt tegen mij gezegd van joh, dit zit erin en ben er niet op aangeslagen. Net als dat ik niet aangeslagen ben op datgene wat de ambulance dienst tegen me zei. Dus ik ben er wel op aangeslagen, maar niet voldoende genoeg naar mijn gevoel. Ja. En wat zei dan precies de ambulance dienst tegen jou? Ja, op een gegeven moment zie ik een ambulance dienst aankomen en ik denk verder, dit past ook weer niet in de opschaling. Hè. Bij grote brand bij ons zit er geen ambulance standaard in. Dus ik vraag aan die ambulanceverpleegkundige van wat kom je doen? En die zegt tegen mij, er zitten nog 2 mensen binnen. Oh. Ik denk, maar die informatie had ik nog niet. Dus ik heb ook een beetje daar lichtelijk geïrriteerd naar de meldkamer geroepen. Of waarom wist ik niet? Nou, die wisten het ook niet. Nee. Maar er is een parallel lijntje richting ambulance dienst gegaan. Dat er mogelijk 2 mensen binnen zijn. Gelukkig was het achteraf niet zo. Maar ik heb er wel op besloten van dat we niet meer binnen gaan. Ook direct geverifieerd bij de eigenaar. Ik heb het direct laten verifiëren bij de eigenaar, ja. Ja, precies. En toen was dat eruit. Ja. Ja. Oké. Okay. Interessante elementen ook, hè? Vanuit de menskenmerken, mooie haakjes, wat er nou gebeurt in ons lichaam als we werken onder druk, zowel tijdsdruk als gewoon dat het spannend wordt. En daarvoor wil ik eigenlijk iedereen meenemen naar een tabel. Ben, dankjewel. We gaan nu even naar de tabel kijken en dat zijn 2 systemen waarmee we besluit vormen. Eerste besluitvormingssysteem is systeem 1. Systeem 1 is heel onbewust, kost helemaal geen moeite, gaat volledig automatisch. We noemen het ook wel eens de autopilot. He, ik zie, dus ik doe. Dat is altijd gebaseerd op herkenning. En dat, wat we dan wel eens zeggen binnen de brandweer, dat is eigenlijk uit je rugzak en dan ik zie en ik doe. Systeem 2 is een ietsje moeilijker. Dat is een bewuste manier van kijken. Bewuste inzet van je hersencapaciteit. En daar zijn ook randvoorwaarden aan verbonden, maar daar kom ik zo meteen even op. Als we nou kijken van waar zit het als mens nou binnen het brandweerwerk, is dat nou heel specifiek. En misschien op dit lijstje herkenbare dingen. Hè? Je hartslagfrequentie gaat omhoog op het moment dat je geactiveerd wordt. Dus je wordt wakker 's nachts, je piepen gaat. Dus je hartslag gaat omhoog. We hebben fors veel prikkels in ons werk. Hè? Heb je bijvoorbeeld alleen al de sirenes met prio 1 rijden naar een incident. Dat doet iets met ons als mens. We hebben veel dingen tegelijkertijd. We komen aan en er spelen dat er mensen binnen zitten, dat er brand is, dat er instortingsgevaar is. Dat ervaren we als heel veel dingen tegelijkertijd. Wat Ben ook gezegd heeft, hè? Er zijn dingen die ik totaal niet gehoord heb. Ze hebben het wel gezegd en het is achteraf ook wel, dan snap ik dat ik het niet gehoord heb, maar dat is dus biologisch zo, zijn we zo ook wel een beetje geprogrammeerd. Net als dat we dingen soms niet zien. En daarnaast als einde ook de tijd verloopt eraan. Volgens mij herkennen we dat allemaal, je bent heel druk in een incident, je denkt dat je er nog maar een kwartier bezig bent, het blijkt al 3 kwartier te zijn. Dat zijn allemaal biologisch verklaarbare elementen die ons overkomt als mens. Gaan we ook verder even naar kijken. Want stress, wat doet dat met ons? Er zijn 2 grote processen waar ons lichaam ons op voorbereidt onder stress. En dan hebben we het wel over acute stress.
En acute stress is, dat komt bij ons vooral voor. Hè? We worden gealarmeerd en we hebben acute stress. Er zijn twee processen. Het eerste proces is, het lichaam bereidt ons voor op de freeze, fight, flight. Dus op actie. En dat gaat hij een aantal dingen doen. Kom ik zo meteen op terug. En het tweede proces is, we gaan focussen. Focus op het gevaar. Hè? Biologisch gezien, focus op het gevaar. Nou, wat doet in het eerste proces, wat doet het lichaam? Voorbereiden op actie. Direct adrenaline produceren. Microsecondes duurt dat. Hartslagfrequentie gaat omhoog en je ademhaling gaat omhoog. Je spieren komen op spanning. En dan heb je het vooral over de grote spiergroepen. Hè? Je armen en je benen. Het bloed wat daarvoor nodig is, komt uit de koor van je lijf, dus uit je maag. Geen brandweerman die ter plaatse komt op een incident en denkt van, goh, wat heb ik eigenlijk een honger. Hè? De hele spijsverteringssysteem is uitgeschakeld. Dat doen we ter voorbereiding op de grote inspanning die we moeten leveren. De blaas, hè, al het extra gewicht die we nodig hebben, hebben we dus niet nodig. Dus die gaat ontspannen. Dus we voelen vaak als we onder stress staan, hè, acute stress, dat we naar de wc moeten. Hè, dat zie je ook voor examens, hè, voor hardloopwedstrijden. Als je echt gespannen bent, iedereen moet naar de wc. Allemaal biologisch verklaard. Nou, als laatste, klamme handen, had Ben het ook al over. Het lichaam gaat zich voorbereiden op een echte actie, op een spierinzet. Dus het lichaam gaat zich voorbereiden op hogere temperaturen. Dus zweten om het lichaam weer af te koelen. En om dan de focus aan te leggen, doet het lichaam twee dingen. Eentje, we zien minder en we horen minder. Om te kijken, je gaat focussen op het gevaar, want de rest is allemaal randverschijnselen. Dit is echter niet altijd even handig voor ons als brandweermens. Nou, hoe werkt dat in het brein? We hebben in de evolutie van ons brein hebben we drie elementen die we kunnen aangeven. En eerste is ons primaire brein, het reptiele brein. Daar zit de freeze, fight, flight. Hè, en daar zit de hele snelle reactie van ons lichaam. Dan hebben we het zoogdierenbrein en daarin zit veel meer de menselijke interactie, de empathie, het gevoel. Zit iemand, een collega, zit die nou goed in de wedstrijd, ja of nee? En als laatste hebben we het mensenbrein, de neocortex. In deze volgorde, onder spanning, worden ook onze hersenen altijd aangesproken. En dat zien we in het volgende plaatje. En dat is wel even interessant. Als wij onder stress staan, dan gaan de prikkels onbewust direct door naar ons primaire brein. En we gaan dan ook gelijk, je ziet iets of je ruikt iets en je nekharen gaan gelijk overeind. Dat is niet iets wat je bewust doet. Dat is eigenlijk een grote snelweg van reactie. Het tweede reactie willen wij gebruik maken van onze cortex. Dat is ten eerste in volgorde na de eerste persoonlijke reactie, hè, de fysieke reactie. En daarnaast is het veel dunner. We kunnen veel minder dingen tegelijkertijd in dit systeem. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, van de tabel wat we net gezien hebben, de eerste, systeem 1, is vooral het primaire brein. En systeem 2 is het mensenbrein activeren. Maar dat kost energie. Dus dat is de hele gedachte achter die twee systemen van besluitvorming. Hè, dus als we nu de tabel er even weer bij pakken. Onbewust, geen moeite, automatisch. Herkenning, dat is allemaal systeem 1. Dat is de autopilot. Dat is niet een bewust systeem die we kunnen inzetten. Hebben we echter wel nodig, hè? Want wij zitten natuurlijk binnen de brandweer. We moeten wel actie. Echter, zeker voor commandovoerders, is het nodig om af en toe eens te kunnen stappen naar systeem 2. Echter, dat kost moeite en dat kost bewustwording. Systeem 2... Een eigenaardigheid om systeem 2 te kunnen activeren, is dat er bepaalde randvoorwaarden aan moeten worden voldaan. He, je moet dus een bepaalde hartslag hebben. He, dus die moet niet te hoog zitten. Dat kan je beïnvloeden door je ademhaling. He, dus Ricardo zegt ook vaak stop en denk na. Zegt hij dan daartussenin, stop, haal diep even adem en denk na. Dat heeft alles te maken om onze systeem 2 te kunnen activeren. Ben, heb jij, als je dit zo aanhoort, is dat nou herkenbaar met de casus die we besproken hebben?
Ja, Jelmer. Alles wat je hebt behandeld herken ik bij mezelf, bij een incident. Maar wat ik me afvraag, is het nu echt alleen voor OVD's of is het ook voor manschappen, bevelvoerders, dus eigenlijk voor iedereen bij de brandweer? Goed punt, ik pak hem daar even voor je over. Ik focus even nu op alle functies. Want eigenlijk, als we het hebben over die randvoorwaarden, voordat je systeem 2 kan activeren, dan is het voor een manschap misschien wel heel erg moeilijk om dat te doen. Terwijl het af en toe wel eens belangrijk is om even stil te staan van waar zijn wij nou mee bezig? Ik ga nu een brandend pand in. Is dat veilig, hè? Dus die analyse moeten we wel doen. En we moeten niet alleen maar in onze autopilot zitten, hè? In systeem 1. Dus maakt het wel moeilijk, omdat een manschap actief is. Een manschap is slangen aan het trekken, is fysiek zwaar werk aan het doen. En daardoor is zijn hartslag al wat hoger. En daardoor ook is het moeilijker om die stap naar systeem 2 te pakken. Maar als mens zitten we allemaal hetzelfde in elkaar. Of je nou brandweermens bent, of je manschap bent, of je bevelvoerder bent, officier of hoofdofficier. Dat maakt niet uit. De verschillen zitten hem niet in de mensfactor. De verschillen zitten hem niet in het feit dat we daar rekening mee moeten houden. En het verschil zit ook niet in het systeem 1 of systeem 2. Wat we wel kunnen doen, is de omgeving van ons werk, zowel manschap tot helemaal aan taakcommandant, zo inrichten dat we rekening houden met het mens zijn. En dat noemen we vergevingsgezinde infrastructuur. Hè, die vergevingsgezinde infrastructuur is eigenlijk vooraf alvast nadenken over hoe wij als mens in elkaar zitten, wat zijn onze valkuilen en wat kunnen we daar tegenover zetten. Nou, daar hebben we het volgende voor bedacht. Vangnetten. Hè? We weten dat we stressvol werk hebben. We weten dat we als mens bepaalde beperkingen hebben. En wat kunnen we nou doen? Nou, Ricardo heeft het er veel over gehad. Hè? De stop en denk na moment, dat is je eerste vangnet. Het uitstappen uit een voertuig en echt gewoon als bevelvoerder even stoppen. En ademhalen en dan nadenken. Dat doet iets met je ademhaling en daardoor ook met je hartslag. En als je hartslag verlaagt, dan open je eigenlijk de mogelijkheid om je hersenschors, dus het analyseren, te activeren. Nou, daarnaast moeten we ook op elkaar letten. We hebben allemaal een aparte rol, we hebben allemaal een eigen rol. En ook manschappen hierin moeten, als ze als koppel ergens in een incident ingezet worden, kijk elkaar aan, help elkaar. Wees bewust van dat we allemaal feilbaar zijn. De derde hier, neem afstand. Dat is iets bijzonders. Hè? Als je 20 meter van een incident afloopt, dan zit je in een hele andere dynamiek dan als je fors naast een incident staat. Dus als commandovoerder, bevelvoerder of OVD, die zitten allemaal ook in de opleiding tegenwoordig, is er standaard dat er afstand genomen wordt. Dat helpt je als mens om goed te kunnen analyseren. Focus je op één ding. Wat we gezien hebben, systeem 2, was een heel dun pijltje. Dus daar kun je eigenlijk maar één ding tegelijkertijd doen. En zeker één ding tegelijkertijd goed doen. Dus ons systeem, hoe wij met incidenten omgaan, zorgt er ook voor dat je herkent welk element binnen het incident is nou het allerbelangrijkste. En die ga ik aanpakken. Als er meerdere dingen zijn, dan moet je dat wegzetten bij andere mensen. Regelvaste feedbackmomenten, dat is een vangnet die we ingezet hebben om die tijdscompressie die we ervaren op te kunnen lossen. Waarin bijvoorbeeld een alarmcentrale om de 20 minuten even een situatierapport van een officier vraagt. Waarin hij zich elke keer weer realiseert van, goh, zijn we nu alweer 20 minuten verder? Hè, dus daar kan je dus van tevoren al over nadenken. Als dit een kenmerk is die ons niet altijd meewerkt, dan kunnen we dat al inregelen binnen de organisatie. Nou, als hulpmiddelen, FAPCM, kenmerken, schema, kwadrantenmodel, kom ik nu ook eventjes over. FAPCM-model. Feiten verzamelen, analyseren, besluit vormen, communiceren en monitoren. Eigenlijk de doorontwikkeling van het BOP-systeem. Beeldvormen, oordeelsvormen, besluitvormen. Nu we veel meer weten over wat wij als mens voor valkuilen hebben
zien we gewoon dat in het woordje beeldvorming, dat er veel meer aannames zitten. En daar zaten we al een beetje een doorvraag in het beeldvormen, is dat nou een feit of is dat nou een aanname? Nou, als we het nu zo doen, eigenlijk precies hetzelfde, maar veel meer doorontwikkeld en veel meer gefocust op waar het echt om gaat, is dan gaan we eerst sec heel droog de feiten verzamelen. Daar zit je verkenning in. Daarin tegelijkertijd zit ook je rustmoment. He, want voordat je in actie gaat, moet je eerst weten welke actie is dan überhaupt nodig. Nou, en dan analyseren moet dan echt gaan over de feiten. Nou, vandaag gaan we het echt even focussen op die twee. Feiten verzamelen en analyseren. Want als je dus goed begint in een incident, dan volgt de rest vanzelf. Kijken we naar feiten verzamelen. Bij aankomst. En elke rol, hè, dus van bevelvoerder naar officier naar hoofdofficier, die hebben allemaal een eigen rol en belang om hun eigen feiten te gaan verzamelen. Want elke rol heeft zijn eigen invalshoek. Daar gebruiken wij het kenmerkenschema voor. Het kenmerkenschema is uitgedacht in de preventiesfeer en is echt integraal bruikbaar in repressie. Mens, gebouw, brandkenmerken, interventie en omgeving. Deze feiten die we dan verzameld hebben, gaan we analyseren. Zoals gezegd, hebben we daar bepaalde randvoorwaarden voor nodig. Hè? Daar moet een bepaalde rust in ons lijf zitten om dit te kunnen. Wij analyseren de verzamelde feiten. En daaruit komt gelijk, wat is nou ons grootste knelpunt? En komen daar meerdere knelpunten uit, dan moeten we die wegzetten bij iemand anders. Want wij kunnen maar één ding goed doen. Tegelijkertijd moeten we vooruitkijken, want het incident nu ontwikkelt zich. Voor een bevelvoerder is dat 5 tot 10 minuten. Voor een officier van dienst is dat 15 tot 30 minuten. En dan moet je ook natuurlijk je realiseren van, heb ik de juiste kennis om dit incident verder op te kunnen pakken? Nou, als je een goede analyse maakt, dan komt daar automatisch, weet je dan, wat is het grootste knelpunt en hoe ga ik die oppakken? En daar komt je besluit uit voort. Gebruik je het kwadrantenmodel en hoe meer we daarmee gaan werken, hoe duidelijker het is en hoe minder we als, in ieder geval als officier, de inhoud in hoeven. Als je kijkt dan naar besluitvorming, dan zit je al te werken in de organisatie van de brandweer. En hoe gaan wij nou een incident aansturen? En daar hebben we verschillende modellen voor, wetende nu hoe wij als mens in elkaar steken. Nou, en daarvoor zou ik even het woord willen geven aan Ricardo, die ons ietsje meer uit kan leggen over situationele commandovoering, waar dit eigenlijk allemaal onder valt. Ja, dankjewel Jelmer. Goed dat je die vraag nog even stelt. Hè? Want veel mensen denken situationele commandovoering iets anders is dan mensfactoren. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, situationele commandovoering, dat is commandovoering die rekening houdt met de mens en met het incident. En dat is een heel belangrijk. Want ik grijp even terug naar dat incident waar ik in de inleiding mee begon, hè, Moerdijk. Hè, waar in de evaluatie werd gezegd, nou, de brandweer week af van het systeem. En toen hadden we nog een systeem dat eigenlijk puur hiërarchisch was. Hè? En als ik dat wel eens vertel in het veld, dan beginnen mensen altijd te lachen. Maar dat gaat er eigenlijk vanuit dat de hoogste leidinggevende, of dat nou de bevelvoerder of de OVD of de HVD is, altijd degene is die alles ziet, die alle kennis in huis heeft, die alle besluiten neemt en alle informatie ook kan verwerken. En dat iedereen wacht met iets te gaan doen totdat er een besluit is genomen en een commando is gegeven. Nou, wij weten allemaal dat het in de praktijk niet zo werkt. En wij snappen nu denk ik ook, na het verhaal van Jelmer, dat waarom dat in de praktijk ook niet werkt. Want er bestaan geen mensen die dat allemaal kunnen. Dus het is eigenlijk heel logisch, was de conclusie van ons onderzoek, dat er werd afgeweken van het systeem. En daarom gaan we het systeem zoals het in werkelijkheid ook werkte, ook veel meer tot het normale systeem beschouwen. En dat hebben wij situationele commandovoering genoemd. Dus niet strakke hiërarchische, maar situationeel. Het hangt af van het type incident en het hangt af van de mens. En binnen die commandovoering krijg je dus andere manieren van samenwerken. Het kan dus zijn dat een OVD ter plaatse komt en zegt, ik ga eerst even mijn feiten verzamelen, ga maar even je gang. Kan.
Het kan zijn dat een OVD of een bevelvoerder besluit, ik heb eigenlijk niet de juiste kennis om dit te kunnen. He, dat kan in die analysefase gebeuren. Dan worden er dus mensen ingevlogen. Maar het kan ook zijn dat er toevallig een manschap rondloopt die die kennis heeft. He, als het gaat over scheepsbranden of als het gaat over natuurbranden, kan je die kennis dus ook gewoon heel goed gebruiken. Of anders laat je hem invliegen. Situationele commandovoering betekent dus dat wij erkennen dat, dat die mensfactor een belangrijke rol speelt en dat we vangnetten kunnen inschakelen, ook als dat betekent dat dat iets minder hiërarchisch is dan dat we in het verleden waren gewend. En daarmee hebben we ook nog een systeem dat eigenlijk veel meer overeenkomt met de praktijk. Nou, situationele commandovoering dus, commandovoering die rekening houdt met die mensfactoren die Jelmer net allemaal heeft uitgelegd en met het incident. En ik vind het dan heel mooi dat we daarin ook constateren dat je het niet in je eentje kunt, dat snappen we nu ook, en dat dat ook niet hoeft. En dat was wel iets wat we vroeger misschien als bevelvoerder of als OVD altijd dachten. Goed, wat nou interessant is, is om eens even toch naar Ben te gaan. En Ben, als je dit nou allemaal zo hebt gehoord, hè, zijn er nou elementen uit dit vangnet, of uit, laten we zeggen, die situationele commandovoering die jij ook in de praktijk bij jouw casus hebt kunnen toepassen? Ja, Ricardo, zeker. Ik heb in een van de eerste lichtingen van de situationele commandovoering opleiding als OVD gezeten. Natuurlijk heb ik elementen daaruit kunnen gebruiken bij dit incident. En het belangrijkste is denk ik wel geweest dat ik na mijn feitenanalyse afstand heb genomen van het incident en tegen het naburige pand heb gestaan om heel even te overwegen van, wat heb ik hier nou voor me en welke besluiten neem ik hier nou van. Zijn er nog andere aspecten van die situationele commandovoering die je daarbij hebt kunnen gebruiken? Dus eigenlijk hoor ik hier even het afstand nemen, hè? Dus tijdens de analyse het afstand nemen. Bij de feitenverzameling bijvoorbeeld? Ja, bij de feitenverzameling ook gebruik maken van de bevelvoerders, lokale kennis, hè, weliswaar in een latere fase. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld een manschap van hoogwerker bij me, die wist ook wel iets over basisprincipes, die heb ik gebruikt. Hoeveel koelend vermogen heb ik hier nou voor nodig? Zeg, om aan te geven dat ik ook manschappen gebruikt heb om mijn kennis te vergroten over dit incident. Dat is natuurlijk ook een hele leuke, dat je de basisprincipes zou kunnen toepassen. Ja, absoluut. In jouw analysefase en dus ook in je besluit heb je dat gedaan. Ja. Nou, dankjewel nogmaals Ben dat je dit met ons hebt willen delen. En heel fijn dat je ook al gebruik hebt kunnen maken van dit vangnet. En dat je het op die manier ook met ons hebt willen delen. Graag gedaan. Nou, dan zou ik zeggen, dit is het einde van deze webinar. Ik denk dat we heel goed in staat zijn geweest om die mensfactor nu voor jullie goed voor te lichten. En wat mij betreft nodig ik jullie ook uit om, als je gaat evalueren, om ook dat soort aspecten met elkaar te delen. Nou, mocht je daar nou meer over weten, hier staan nog een paar QR-codes waarmee je direct naar de YouTube-pagina van de Brandweeracademie kan of een document over situationele commandovoering kan opzoeken. Ik dank jullie voor de aandacht en ik zou zeggen, zet hem op, pas het toe.